Wat viel ons op? Wat werd er niet gezegd? En welke vragen werden er niet gesteld? We beginnen even met jullie eigen nieuws, jongens. We doen even een kort rondje. Te beginnen met Thierry, want ik roep het nou al een paar keer. Jij bent de grote vriend van de Russen. Ja, ik ben ook met mijn net door Poetin aan mijn cadeau gedaan een Ferrari hier gekomen. Het is totale... Ik begrijp niet goed waar deze nieuwsberichten vandaan komen. Maar ik vertel even, nooit... leg het even uit. Want ja, er het heeft te maken een Engelse krant, Telegraph, heeft een paar dagen geleden het bericht gebracht dat het Nederlandse euroskepsis door de Russen zou worden ingefluisterd. En dat er een enorme campagne aan de gang zou zijn, waarmee geïnsinueerd werd dat ik of wij daarmee... Ik heb nooit daar op een of andere manier mee bezig geweest. En het is zo'n uit de lucht gegrepen verwijt. Het is voor mij alleen maar grappig. Want het zou er dan op neerkomen dat Poetin jou zou betalen om bijvoorbeeld ook een initiatief als Geen Pijl leven in te blazen. Ja, kijk, ten eerste, ik bedoel, dat is niet waar. Ten tweede... Er maar zijn wie zegt er, mij ja, dat? Wie zegt ja, mij ja, dat? Ja. Ten tweede, er zijn tal van organisaties, Amerikaanse, Israëlische, Engelse, Franse, die op allerlei manieren initiatieven ondersteunen in Nederland. Ik heb op geen enkele manier steun, wat dan ook, uit Rusland gekregen. Maar stel dat het zo zou zijn, is dat dan meteen een reden om dat initiatief zelf in twijfel te trekken? Ik denk het niet. Ik vind het een hele vreemde redenering. Nou, toch vind ik vind het vooral heel interessant. En ik ben ook een beetje trots dat jij dan door Poetin, dat jij die connecties dan zou hebben. Maar je wil me uitleveren, zeg je net. Maar ik doe ook mee. Ik word ook betaald. Ja. En je bent ook getraind waarschijnlijk op hoe je nu moet reageren. Maar ik vind ook eigenlijk, we moeten Studio Poetin moeten we ervan maken. Ik heb wel eventjes dit verhaal in Den Haag, want ja, daar was het toch ook het gesprek van de dag. Even luisteren. We gaan kijken. De Amerikaanse geheime diensten willen een onderzoek gaan doen, een geheim onderzoek, naar het Oekraïne-referendum in Nederland. Naar de organisatoren, mensen die daaraan mee gaan doen. Die spannen onder één hoedje samen met de Russen. Onze ja. Thierry Baudet. Ja. Ja. Is wat, hè? De Amerikanen zijn... Een beetje trots ben ik ook wel, hoor. Ja, het is totaal krankzinnig. Staat u dat onderzoek toe, dat Amerika dat doet? Nee, al het onderzoek wat in Nederland gebeurt en wat wij toestaan, dat gebeurt op basis van de Nederlandse wet. En dan moet er dus sprake zijn van een ernstige bedreiging van nationale veiligheid. Want anders gaan wij geen onderzoek doen en ook niet anderen toestaan om dat te doen. Dus u zegt eigenlijk dat gebeurt op dit moment niet? Nee, ik zeg er niks over. U zegt weer helemaal niks? Ik zeg helemaal niks. Maar ik maak me daar wel ongerust over, omdat dat referendum in een kwaad daglicht wordt gesteld. Als de Amerikanen gaan zeggen, ja, we gaan het onderzoeken, onze geheime diensten gaan we erop afsturen. Ik vind dat eigenlijk onbegrijpelijk, omdat het een initiatief is vanuit de Nederlandse bevolking. Dit bericht betekent gewoon dat de vraag op tafel ligt of de Nederlandse en de Europese politiek onafhankelijk kunnen zijn, of dat er beïnvloeding is met geld uit Rusland. Nou, als dat laatste het geval is, dan hebben we een probleem. Dus ik wil van de minister van Buitenlandse Zaken horen dat het niet het geval is. En als het wel het geval is, ja, dan moet er ook echt wat gebeuren. Kunnen wij iets doen? Wij zien Thierry Baudet regelmatig. Moeten we die uitleveren? Want dat hebben wij eigenlijk ook wel een keer graag. Zeg het maar, hoor. Ah, god. Je weet... Ik geef hem zo mee. It's the devil you know. Nee, laat me houden gewoon. Laat me houden. Oh. We mogen hem houden. Nou, heel graag. Heel fijn, Thierry. Dylan, wat was jou? Wat hield jou bezig? Het is toch heel normaal dat er onderzocht wordt of er buitenlandse beïnvloeding is voor dit soort dingen. Als er, het zou heel naïef zijn om te denken dat er geen belangen zouden zijn ergens in de wereld om onderzoek ernaar, lijkt me heel normaal. En de Plassek zei ook dat die invloeden zijn, hè, en die onderzoek. Ja, het lijkt me ook heel naïef als de SP denkt dat Rusland geen belangen heeft om de Unie uit elkaar te drijven. SP is nee. Ik zou dat best prettig vinden. Ik ben ook onderzoek geïnteresseerd wat daar dan uitkomt. Hè? Ja, ik ook. Dat betreft, ik kan alleen zelf zeggen dat ik er op geen manier iets mee te maken heb gehad. Hij knippert met zijn ogen. Dylan. Jij kreeg een boekje op je bureautje. Ja, we gaan naar de krakers. Sinds 2010 is kraken verboden. Het is dus illegaal om zomaar ergens in te breken en daar om gratis te wonen. Logisch zou je denken, maar sinds 2010 mag dat niet meer. En toch wordt het heel erg gedoogd. Krakers komen ermee weg. Ontruimingen zijn heel moeilijk te realiseren, noem maar op. En zij wanen zich dus echt onaantastbaar. En dat werd onlangs... De krakers? Ja, dat werd nog eens benadrukt. Ze hebben onlangs weer een pand gekraakt in Amsterdam. En dat moment hebben ze ook gebruikt om dit boekje te lanceren. Wat niet mag, kan nog steeds. Een krakershandleiding. Er staat precies in hoe je een pand kunt vinden, hoe je kunt kraken, hoe je sloten kunt forceren. Eigenlijk een handleiding om in te breken. En wat ik... Nee, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Het is echt bizar natuurlijk. Dit is gewoon criminele... Er bestaat gewoon gevangenisstraf op kraken. Hè? Dat kan.
Niet dat een rechter dat ooit geeft. Maar wat ik begrijp, want jij bent, even voor de mensen die dat niet weten, jij bent gemeenteraadslid VVD in Amsterdam. Ja. Dat weet inmiddels natuurlijk iedereen, maar ik zeg er toch eventjes bij. Volgens mij is het zo dat sinds 2010 Van der Laan heeft gezegd, of daarna, van oké, de leegstand, daar gaan we dan niet direct op veroordelen. Ja, je mag niet ontruimen voor leegstand. Dat is één ding. En dat hebben de rechters ook overgenomen eigenlijk als een van de criteria bij het bepalen van, nou, strafbaar of niet. En het is ook heel bijzonder, dat is weer Europees recht, meen ik. Daar kunnen we een hele uitzending over vullen, wat voor bizarre dingen hier bestaan. Dat op het moment dat jij kraakt, weegt jouw huisrecht zwaarder dan het eigendomsrecht. In ieder geval is het heel moeilijk om krakers daar weg te krijgen. En op het moment dat zij zeggen, nou, wij gaan nu weg, dan kunnen ze rustig doorlopen naar het volgende kraakpand, geen consequenties. En wat ik nog wilde opmerken, wat ik heel bijzonder vind, Kraker Koert heeft het boekje samengesteld. Kraker Koert. Ja, ja. Kraker Koert. Wie kent hem niet? En die bedankt hier allemaal mensen, waaronder zijn docent van de Hogeschool van Amsterdam. Want die heeft hem studietijd ter beschikking gesteld om dit een mooie boekje te maken. Ik neem aan dat OM Kraker Koert en iedereen die dit heeft gefaciliteerd ook gaat opzoeken. Mooie Amsterdamse folklore. Houd toch op. Dit zijn geen boomknuffelende hippies meer die een bepaald probleem willen aankaarten. Dit is georganiseerde misdaad aanpakken. Dominique. Goh, wat kan ik me vinden in die woorden? Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat dacht ik wel. Jij heb je bescheurd. Wij hebben ons bescheurd vanmiddag op de redactie. Ook over de krakers, maar ook over grote vriend Quincy Gario. Quincy Gario, de man die Zwarte Piet op de kaart zet. Of er eigenlijk vanaf wil hebben. Ik moest heel erg lachen. Dit is een website, Joop. Zeg maar, dat is de welkomstbrigade van de VARA. Ja, van Jolen, hè? Francisco van Jolen. Ja, Francisco van Jolen. Die schreef daar was een boswachter. Die schreef een vlammend betoog voor het mooi houden van de Nederlandse kust. Dus ervoor zorgen dat er niet te veel bebouwd wordt daar. Dat artikel werd voorzien van een foto. En volgens mij moeten we die ook ergens in beeld hebben. Van een meisje aan het strand. Ja, hier is die. Nou, hier hebben we ze. Met een prachtig mooi wit jurkje aan. En wat schetste mijn verbazing. Maar ik denk ook die van de mensen van Joop. Quincy Gario was er als de kippen bij. En die tweette. De kust is gelijk aan een wit blond meisje in een witte jurk. Guys, let op je beeldtaal die jullie hier inzetten. Dan ben je dus officieel gek. Maar dat ging nog verder, want Joop reageerde vervolgens. En waarop hij weer reageerde, hij heeft ook echt niks te doen. Ik bedoel, het beeld dat er nu is een van maagdelijk wit. Dat beeld is superfout en aandrijving van het huidige geweld tegen AZC's. Ja, het valt hier stil. Ja, dan gaat wel heel hard meteen. Dan wordt even. Dus iedereen die. Dit is in ieder geval dat je medicatie niet gehad, denk ik. Ja. Nou ja, ik denk dat je deze. Dit is. De man is een kunstenaar, hè? Eigenlijk, ik heb. Oh, dus het is kunst. Ik ben Quincy Gario gaan begrijpen toen ik begreep dat hij op een gegeven moment in een interview zei. Maar ik bedoel helemaal geen politiek bedrijf. Ik wil een kunstwerk maken. En dit is het vrije associëren wat kunstenaars doen. Je moet alleen niet serieus nemen in het politieke domein.